Ik ben een geweldige roadtrip aan het maken door Noord-Ierland. Ik heb al de allermooiste natuur en mythes en saga's bekeken aan de kust. Ik heb Belfast by Day ontdekt, maar nu is het tijd om het nachtleven een beetje in te duiken. En ik had het natuurlijk ook al in de vorige aflevering gezegd, maar ik ben dus nu in Belfast. Dat is de hoofdstad van Noord-Ierland. En ten zuiden van mij is het dan Ierland en daar is de hoofdstad Dublin. Ik begin bij The Crown. Dit is het, nou, misschien wel het meest bekende, meest beroemde café van Noord-Ierland. Het is een Victoriaans ginpaleis. Het heeft ook een bepaalde status. Dit mag nooit meer verbouwd of afgebroken worden. De buitenkant alleen al is heel erg indrukwekkend en ik heb heel erg veel zin in de binnenkant. Plafond. Oké, ik zit binnen. Ik heb al mijn eerste gin. Dit is mijn tourguide voor vandaag. Ik denk dat hij alles van gin weet. Slantje. Slantje? Slantje. What's that? Slantje is cheers in Gaelic. Oh, really? Slantje. Yeah, we say proost. We say slantje. Slantje. Yeah. Well, slantje. What's next? Right, so we went from like one of the most historic places in Belfast. Now we're going to the highest place. We're going to the Grand Central Hotel. You ready? Let's go. Is wel echt andere koek. Was het net helemaal alsof je een soort geschiedenisboek inloopt. Dit is een sexy, zwoele hotelbar. Maar dat uitzicht, daar hadden ze niet over gelogen. It's very different from the previous gin, but we're also at a very different place, so it all adds up. Yeah. Yeah, I feel bad wearing a hoodie. Yeah, you really are the tone. It's embarrassing to be here. Is it? Oh, I'm so sorry. Ik zit er helemaal in. Belfast by Night bevalt me top. We gaan naar de volgende. Oh, cheers. Cheers. Ik hoor live muziek. Dat was me ook beloofd aan Belfast, dat er een hoop muziek is te vinden. Mijn gin tour zit erop en ik ben wel toe aan een beetje eten. En dat ga ik hier doen. Ruikt nu al lekker. De avond zit er dus bijna op, maar nu is het zo dat er hier ergens in de buurt een plek zit die een paar jaar geleden de prijs heeft gewonnen voor de beste hotelcocktailbar ter wereld. Dus ik ga nog even één afzakkertje halen. Nou, deze avond vol cocktails en gin zit erop. Morgen ga ik op zoek naar bier en muziek. Maar ik kan je één ding vertellen. Belfast is echt a lot of fun. Cheers. Het is mijn tweede avond in Belfast. Ik ga ongelooflijk lekker uit eten in een van de allerbeste restaurants in de stad. En daarna heb ik zin in een beetje een pub. In een beetje een Iers gevoel. Misschien wat live muziek, een biertje. Ik heb er zin in. Het schijnt zelfs dat ze een Michelinster hebben. Jongens, wat een tractatie, maar ook echt een achtbaan. 8 gangen waren dit. 6 wijngangen. Ik heb toch nog wel zin in een biertje. We gaan eens even op zoek naar een pub. Ik geloof dat ik hier moet zijn. Guinness, ontkom je natuurlijk niet aan in Noord-Ierland. Dat is toch het allerleukst. Bar nummer 2. Dit is de favoriete plek van Billy, mijn taxichauffeurvriend uit aflevering 2. En als Billy zegt dat iets goed is, dan is het ook zo. Hier gaan we in. Dan loop je een deurtje binnen, dan zit je hier achter dit gezellige hol. Het is echt zo'n leuke, vrolijke stad. Overal live muziek, allemaal aardige mensen. Beter dan dit gaat het gewoon niet worden. Ik zou zeggen, proost. Ik moet zeggen, het is moeilijk om hier naar buiten te trekken. Het is zo gezellig, zo warm, zo vrolijk. Het is gewoon een hele leuke, vrolijke stad. En dan ga je naar binnen, dan is er al die muziek. En al die mensen die zitten daar dus gewoon voor de lol. Die krijgen niet betaald. Het zijn gewoon vriendengroepen die hier muziek gaan maken omdat ze dat belangrijk vinden.
hadden een hele leuke vrouw ontmoet en die zei: "We're not very pretty, our food is not very great, but we do have great music." Nou, dat vat het toch best wel goed samen. Ik heb echt heel erg genoten van Belfast. Echt, het zit wel echt een beetje in mijn hart nu. Dat is wat het is. Wil je weten wat ik nog meer heb gedaan en gezien tijdens mijn roadtrip door Noord-Ierland? Kijk dan aflevering 1 en 2.